staan. Die vijand is voor ons allemaal. Het is een unieke tijd. Je mag weer lekker zelf gaan ademen. Gerard, 51. Er komt een heleboel socialiteit komt er voor met de mensen. Change of plans, we gaan naar acute 1. Isaac, 28. Probeer even met een aero chamber en als het niet pronto iets doet, dan moeten we misschien wel escaleren naar toch verneven. Maar dan moeten we even rapido overleggen met de longarts. Alle scholen, kinderopvangcentra, cafés, restaurants en sportclubs in Nederland moeten dicht vanwege het coronavirus. De maatregel duurt in ieder geval 3 weken, dus tot 6 april. Dat hebben de ministers Slob en Bruins bekendgemaakt. Alle eten- en drinkgelegenheden moeten vanaf nu dicht zijn. Dat geldt ook voor fitnesscentra, sauna's en seksclubs. Het zijn hele rare tijden, ja. Het is een beetje, je weet niet waar je aan toe bent. Het is een beetje apart om... Ja, je weet niet hoe het zich ontwikkelt. Wordt het erger? Waait het weer over? Juist in onze commissie, onze ministeriële commissie crisisbeheersing, stilgestaan bij de actuele stand van zaken. En dan vooral ook de situatie in de ziekenhuizen. Maakt u zich zorgen? Nou, voor mezelf niet. Ja, maar ik heb geen mondkapje op of zo. Maar ja, je zit nou eenmaal in de risicogroep. Ik ben al 82, dus je moet er rekening mee houden. Ja, veel thuis zitten. Ja, daar moet ik aan wennen. Want dat heb ik vrijwel heel mijn leven niet kunnen doen. Ik ga eens even kijken hoe het binnen is. Nou, blijf gezond. Ja, zeker weten. Dat wil ik ook graag. Oh, lekker zo. Ja, dat is die van Mike. Die satureerde slecht. Wat zeg je? Had die andere patiënt 15? Joella, wil jij je over meneer Koster ontfermen? Ja, heeft hij 15 liter nog wel? Nee, hij is afgebouwd naar een neusbril. Oké, prima, dan doe ik even gewoon. Ja, en hij was nog wel dyspnoïs hoor. Hij is bekend met COPD. Oh, jongens. Werbelwurt, spoed uit een hulpwurt. Hoe vaak zien we nou echt een nieuwe ziekte? Dat is in mijn carrière nog niet voorgekomen. Dus dat is inderdaad wel spannend. En dat is ook wel een uitdaging. Change of plans, we gaan naar acute 1. Ja, en buffer laten vastkomen. Ja. We waren voorbereid op een luchtwegziekte. Mensen met koorts en hoesten. En dan krijg je de eerste die wel hoest, maar absoluut geen koorts heeft. Ook nooit gehad. En dan denk je, ja, maar dat kan dus ook. Andere patiënten die diarree hadden bijvoorbeeld. En daar dachten we dan in eerste instantie helemaal niet aan COVID. Maar dan kregen we geen andere verklaring. Dan gingen we toch maar testen. En dan bleek het verdorie COVID te zijn. Dus dat is zo beetje bij beetje eigenlijk met elke casus. En daar praten we natuurlijk ook met elkaar over. Die zich presenteert hier. Leer je een beetje meer. De afgelopen 24 uur zijn 80 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt het RIVM. In totaal zijn er nu 356 doden. Gisteren werden 63 sterfgevallen. Beperk het aantal sociale contacten en houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
kunt natuurlijk naar buiten voor boodschappen. Of om voor anderen te zorgen. Een ommetje maken kan. En maar doe dat niet in een groep. Ja, het heeft wel aangegeven dat je een afstand moet houden van 1,5 meter. Maar als je niet naar binnen kijkt, dan houden ze zich niet eraan, weet je. Dus... Ja, dus even wachten tot het rustig wordt. Ja, het is niet om bang te zijn, maar voor je eigen veiligheid, weet je. Dus, ik ga liever met mijn auto naar een andere winkel toe. Oké. Oké, dank u wel. Ja. Oké, ik koop voor 1-2 weken. Maar wij moeten ook andere mensen denken. Moet je niet hele kelder vol houden. Als ik hele kelder vol hou, dan andere mensen hebben ze niks. Nee. Dus wij moeten delen op dit moment wat wij hebben. Wij moeten met je allen delen. Deze zomer te zijn. Ja, maar ik denk dat het... Wit, zwart, bruin, blank, maakt mij helemaal niet uit. Ja. Die vijand is voor van ons allemaal. Afstand houden, dames, heren, jongens, meisjes, afstand houden. Hou maar afstand, hou maar afstand. Dames, heren, jongens, meisjes, afstand houden alsjeblieft. 1,5 meter, 1,5 meter alsjeblieft. Andere afstand. Abi. Ze hebben het over 1,5 meter afstand van. Hoe moet je dat doen dan? Ze kwamen net bij die Peter Janssen, daar staan ze altijd op een rij. Nou, zegt hij, gaan er twee van die handhavers zich een fotostand te maken en dit en dat. Ja, nou, hoe moet je dat doen dan? Moet die mensen wegjagen? Dat is armoed dit. Maar ja, we zien het weer wel. Ga ik naar huis, ik heb banaantjes gehaald en ik vind het best. De markt is een uur geleden gesloten vanwege het gevaar dat het coronavirus zich verspreidt onder bezoekers en kooplui. Het was er vandaag erg druk en niet iedereen hield zich aan de regels. Er wordt onderzocht of er voor de voedselafdeling een oplossing gevonden kan worden. Prima, 36,2. U mag verder. Oké, bedankt. Dankjewel. Ja. Oh, kom maar. Moet je even helpen? Ja, graag. Oh joh, maar dat is einde oefening, hè? Oh, ja, nee. Dat had ik net ook, hè. Is je iets kapot. Oh, die deed het bij jou ook niet meer. Die was niet te redden. Nee, sorry. Nee. Nou, nieuwe. Helaas. Volgende. Zijn echt heel slecht. En normaal gesproken merk je wel eens dat je een patiënt één keer op de buik moet draaien of twee keer in zijn hele opname. Maar dat is bij deze coronapatiënt helemaal niet meer aan de orde. En dat is, nou ja, 7 keer, 10 keer op de buik draaien. Dat is wel een dingetje. Dat merk je, dat ze gewoon heel, heel ziek zijn. Ja. Iets leuks erbij, namelijk mijn buurvrouw Wilma, die gaat de bingo ook doen. Leuk, hè? Dus het wordt gezellig zo meteen. En dan beginnen we met Otto 61. Dat is onder de oog. Otto 61. Als we eens verder, dan doe ik dat te toetsen, of niet? Dat is handig. Ja, maakt niet uit. Hou jij het vast? Ja, goed. Ja. Otto 66. Otto 66. Ja, dat weet ik uit mijn hoofd. Nico 36. Isaac 17. Oom Henk. Ja, toch? Dat is oom Henk.
er gewoon voor zorgen. Is goed, ik zie je zo. We hebben vandaag eten gemaakt voor de mensen, voor oudere mensen. Ja. En minder bedeelden. Ja, minder bedeelden heb ik zelf een beetje erbij gedaan. Ik denk, ik maak er een naam van. Ja. Maar inderdaad, voor mensen die het niet zo breed hebben. Maar vooral voor oudere mensen die nu alleen thuis zijn en die bijna niet bereikt kunnen worden, maken wij een lekkere warme hap. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Goedemiddag, John. Hey, Chris. Hey, dankjewel, joh. Hey. Lekker voor u. Bedankt. Ik heb TV-West voor u meegenomen. Ja, ik zie het. Bedankt. Vindt u het prettig dat er wat gebracht wordt? Ja, ik vind het heel fijn dat ze aan ons denken. Er komt een heleboel socialiteit komt ervoor bij de mensen nu. En dan zie je dat Nederland wel goed is, joh. Althans, hier in Scheveningen, want ik de rest kan ik niks vertellen natuurlijk, hè. Kijk, helemaal alleen isolement. Je komt hier naar buiten, je zit de hele dagen binnen, dan word je gewoon knap en gek. En het liefst willen ze eventjes 5 minuten of 10 minuten met je praten. Ja, dat gaat niet, want je ziet het. Ik heb een aardige lijst, ik moet nog afwerken. Kijk, hoi hoi. Ik denk dat de overbevolking, dat het grote probleem is waar we nu voor staan. En daar doen ziektes wat tegen. We moeten beseffen dat wij op deze manier, op een vreselijke manier, misbruik maken van onze aarde. En dat kan allemaal niet op. En vakantie op Bali en vakantie naar Australië, weet ik, daar had je 50 jaar geleden niet om hoeven te komen. Het is allemaal luxe. En ja, ik denk dat we ons deze luxe helemaal niet kunnen permitteren. En maar bezuinigen en hele wezenlijke dingen gewoon schrappen. En daar hebben we nu last van. Ik heb zelf het idee dat ik het al gehad heb. Want ik ben nu 3 weken ziek en ik heb alle symptomen gehad. Zelfs met die symptomen wordt niet goed aangegeven. In het begin werden die symptomen niet goed aangeduid. Kon alles zijn. Dus ja, die media verspreiden daar gewoon een hele hoop lulkoek over. Kijk, je moet weten hoe lang een virus ergens blijft zitten. Bijvoorbeeld op plastic blijft corona 2 dagen lang levend. Op plastic. Dus als dit plastic is en ik hoes, is dit 2 dagen lang besmet. Nou, kijk, dat soort mensen wat nu binnenkomt, ja, die lopen zo te klagen dat ze onze koffie missen. Juist. En dan geef mij maar een flesje spa van je dan dood. Ja. En aangezien het feit afhalen mag, afstand houden, Hannes. Oh ja, maar jij moet even het geld op neerleggen. Je kan het moeilijk in de lucht laten zweven als ik dat ken. Je had helemaal niet binnen moeten komen. Kijk naar de streep op de grond. Je moet ze ook opvoeden hier binnen. Nee, maar het is gewoon puur het feit afhalen en naar buiten hebben ze toch nog iets te mensen. En zolang je niet ziek bent, heb je het gevoel dat er is niks aan de hand. Ja, hier komen veel mensen die van alles al meegemaakt hebben. Die raken niet zo heel erg snel in paniek, hoor. Nee. Dat helpt je niks in paniek raken. En hoe lang gaat het duren? Toch? Ja.
Weet niemand. En ik het al hetzelfde lied. En de televisie is ook klote. Dat zeg ik. Hoef je ook niet naar te kijken? Bedoel ik? Ja, het is logisch dat ze een hoop aandacht aan besteden natuurlijk. Nee, Arend ook. Arend komt ook helemaal de deur niet uit. Je ziet nooit meer Arend. Nee. Je hondenpooier zie je meer? Nee. Nee! Die zie ik ook al een tijd niet meer. Nou ja, je hoort al wat die mensen zegt. Het is 2 jaar duren. Ja, ja. Leuk dat jullie er weer zijn bij deze online Hatta-les. Volgens mij zijn jullie allemaal helemaal in orde. Dus dat is mooi, dan gaan we gewoon lekker beginnen. Dus als je nog niet op je mat zit, zoek hem op en dan gaan we starten. Komen de driehoekshouding. Zorg dat de zijkant van je lichaam mooi lang is. Je kruin rijdt naar rechts. Je rechterarm is los, hangt niet op je been. En je linkerarm is recht omhoog. Je kunt je blik omhoog draaien. Vindt u het raar dat je niet, geen contact meer mag hebben? Nou, ik vind het niet zo raar. Ik vind het wel goed eigenlijk. En mevrouw is er gelukkig mee, want het hele huis is al geverfd. Ja. Dus u bent er druk mee? Ik ben er toch wel druk mee. En gelukkig, want ik ben geen man om stil te zitten. Ik mag eigenlijk van de kinderen helemaal niet naar winkels en zo. En ja, ze hebben gelijk. Ze willen vader en moeder nog niet kwijt, dus... Ja. Nu het nieuws weer, want ja, dit is te interessant om niet te volgen. Maar ik vind het ook niet zo deprimerend op dit moment. Ik zie heel veel initiatieven. Terwijl de jaren ervoor, het is alleen maar klagen, klagen, klagen over wat er mis is. En nu? Dus ik kijk wat kunnen we doen. Het is een unieke tijd. Ja. Het is echt een unieke tijd. Voelen. Aan rust. Iedereen is een beetje zijn boel aan het opknappen. Wij zijn er nog steeds niet aan gewend. Nee, ik vind het zo raar als je 's morgens de deur uitgaat en er rijdt geen tram, geen auto's op straat, geen mensen op straat. Alsof het iedere dag een soort van zondagochtend 7 uur is met mooi weer. Zo is het eigenlijk. Zo voelt het een beetje. Ja. Het is net alsof je in een rare film zit de hele tijd. Die hopelijk wel zo meteen afloopt. En dan krijgt hij gewoon een beetje zuurstof. Wat wij ook gewoon krijgen, alleen dan iets meer. Je mag weer lekker zelf gaan ademen. Probeer het 10 minuutjes, oké? Zo. 10 minuutjes. 10 minuten. Yes?
drama, vind ik. Dat heb ik nooit gemaakt, dit, hè. Het is echt drama. Ja, het is gewoon een gezellige straat, hè. Dit is de gezellige straat van Den Haag. We zitten nu in week 5. Het is nog nooit zo leeg geweest hier in de Oude Molstraat. En de grote vraag is, wanneer kunnen we weer met z'n allen weer dansen op straat, zoals we het hier op Koningsdag en de laatste zondag van augustus altijd deden. Het is heerlijk soms, die algehele rust om je heen. Zo hoort het eigenlijk. Maar de wereld is groter, de wereld is sterker dan corona. But when time pulls lives apart, hold your own. When everything is fluid, nothing can be known with any certainty. Hold your own. Hold it till you feel it there, as dark and dense and wet as earth, as vast and bright and sweet as air. Breathe deep on a freezing beach, taste the salt of friendship, notice the movement of a stranger. Hold your own. I know the days are reeling past in such squealing blasts, but stop for breath and you will know it's yours. Swaying like an open door, when storms are coming, hold. Ja, er is niet zoveel te doen, dus er zijn ook niet zoveel prikkels. Dus dat maakt wel dat het wat rustiger is of zo, denk ik. Dus ergens is dat ook wel weer ergens goed voor. Ga je even een verstellingtje terug en geniet je van kleinere dingetjes. Dat is ook wel belangrijk. We gaan maar door in die molen en door en door. En die molen die staat nu even stil. Ik vind het verschrikkelijk voor alle mensen wat er gebeurt. Maar uiteindelijk hoop ik dat we onze lessen eruit kunnen leren. En dat we wat liever voor de aarde zijn dan wat liever voor elkaar. Als we dat eruit kunnen leren, dan zou ik dat wel gaaf vinden, ja. Ik ga naar box 12. Ja, sorry. Ik geef je gelijk wat extra zuurstof. Ja, dat is jammer. Als het niet gaat, dan gaat het niet. Maar dat geeft niet, dat komt goed. Geduld. Hè? Nou. Oké. Zo, dit oogt weer rustiger. Er zit daar meer koe te broeden. Daar zwemmen wat futen. De knobbels aan. Er zwemt nog een Canadese gans, zie ik nu. Komt er ook nog bij. Er zijn 3 soorten eend. De kuifeend, krakeend en wilde eend. Ik krijg de laatste tijd veel vragen. Dat mensen zeggen, goh, ik zie opeens veel meer vogels. Maar dat lijkt maar zo. Dat komt voor een groot deel omdat het nu veel stiller is op straat. Er zijn geen vliegtuigen, geen auto's, of veel minder verkeer in elk geval. Dus we horen ineens veel meer. Ik hoor een pimpelmees en een koolmees ook trouwens. En een zwarte kop en een tjiftjaf. En dan, dan zitten we hier bij de opgang naar de snelweg. Het is inderdaad niet veel verkeer, ja. En, dat is, nou ja, en dan, daardoor horen we nu al die vogels ook opeens. Ik
ik zou haast zeggen dat het in de natuurgebieden misschien ook wel wat drukker is dan normaal. En ik vind dat ze eigenlijk overigens heel positief, hoor. Want weet je, doordat het een van de weinige dingen is die we nog kunnen doen, is nu een enorme herwaardering, of in elk geval waardering voor de natuur die we nog in onze omgeving hebben. Dus dat vind ik echt super positief. Maar dus in de gebieden zelf is het niet rustiger. Dus ik denk niet dat we daardoor opeens een beter broedseizoen krijgen. Oké, gaan we tempo iets opvoeren. Hou vol, hè. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En strek maar weer uit. Even zwaaien. En nog één keertje. Pijn in de linker of in de rechterheup? Voor waar in de linker? In uw linker. Oh, sorry hoor. Oh, god, dolle, mag ik ga even al je onder de voeten kietelen. Jezus. Ja, ik ga het ruimte houden. Ja? Zijn jullie bang dat dit voor altijd zal blijven? Ik denk dat je corona nooit helemaal wegkrijgt. Maar ik denk wel dat we er een manier mee vinden om daar een plek te vinden in de gewone gezondheidszorg, dat denk ik wel. Ja. Net zoals de anderhalve meter samenleving is dit waarschijnlijk gewoon een nieuwe manier van werken hier. Meer opletten. Komt even iets koud op je buiten liggen, niet schrikken. Als je vanuit gaat dat wij hier echt makkelijk 200 mensen per dag zien op de spoedeisende hulp, dan kan je bedenken dat het sowieso een verstandig idee is om bijvoorbeeld geen handen meer te geven en daar bewuster mee bezig te zijn. En ik denk dat corona daar een soort van versnelling in speelt. Van 80. COVID verdacht, hoofdpijn. Ik denk omdat er nog iets anders met hem aan de hand is, maar daar heb ik ook geen inside info over. Paniek of angst voor dood? Nee, dat heb ik hier om me heen niet gedetecteerd. Het is wel confronterend natuurlijk als je op een gegeven moment collega's uit het ziekenhuis als patiënt op de eerste hulp krijgt. Ja, collega's van mijn eigen afdeling die dan ineens mijn patiënt zijn. Dat is altijd een bijzondere situatie, maar nu helemaal. Geen COVID verdacht, oké. Okay. Heb je nog een geboortedatum? Een paar casus gehad met mensen waar dan uiteindelijk wel in overleg met de familie ook besloten was van dit is COVID en gezien wat er verder nog aan ziekte speelt en de leeftijd, kiezen we ervoor om niet naar die IC te gaan. En dan zit je met de situatie dat er maar één familielid bij mag. Dus er zijn ook wel situaties geweest waarin dan een partner bij zo'n stervende patiënt op de kamer zit en een zoon of een zus of iemand anders met een iPad in de auto zit te facetimen met het hele tafereel. En dat zijn dingen die ik heel heftig vind. Ik ga om zo 204 te halen, ken dat? Ja, geen probleem. Ik maak het voor je klaar. Oké. Hoi. Jo. En dan is het die eierendoos open. Kijken, die is heel. Die is niet zo. Doos dicht, weer terug. Die de datum kijken, weer terug. Dus zo werkt het toch. Dus je kan er toch niet ontlopen. En dan kom jij binnen en dan neem je een doos eieren. Waar 8 man al gezeten. Ja, ik moet je wel zeggen, als ik naar een zak drop of zo, misschien speelt het door. Sorry, een zakje drop of zakje chips. Ik spoel hem echt af, hè, met die doekjes. Nee, maar dat gebeurt toch? Want die anders heb je. Juist. Kijk in die doos of het heel is. Dat is dan wat ik bedoel. Een doosje dicht en dan zetten ze weer neer. Ja, en dan kom jij om een doos eieren pakken. En dan als je leest, daar blijft het 72 uur op zitten, daar 12 uur op zitten. Je weet het op een gegeven moment.
Dus ik voel het gewoon. En mensen kijken naar de datum op het vlees, pak een pak vlees, ja. Kijken hoe lang het goed is. Die is langer goed, dus die terug en die naar mij. Ja, ja, die verkeerde datum. Ja, ik vind het echt helemaal ontlopelijkheid onder. Nee. Het is alleen hopen dat we gezond blijven. Mensen gewoon alert blijven, het is een onzichtbare vijand. En als je die mensen ziet liggen, man, in dat ziekenhuis, je wordt slapen. Heb je op je buik gelegd. Je weet, hier in coma word je gehouden. En dan die mensen die er omheen werken. Ja. Kom maar, wil ik het nog spuiten? Ja, zet dan maar. Ja. 1 seconde. Je zei me, wacht tot. Ja, dat is goed. Geef me door, familie. Goedemorgen, u spreekt met Machteld, Intensive Care. Ja, u wilde weten hoe het met hem gaat. Ja, zeker. We hebben hem vanmorgen weer even 10 minuutjes losgelegd van de beademing. Maar dat gaat dan toch niet zoals het hoort te gaan. Nee, ja, dan daalt zijn saturatie of zijn zuurstofgehalte daalt in het bloed. En dan ja, heb ik hem toch weer aan de machine moeten leggen. En nu? Ja, nu hoor ik je ook. Oké. Okay. Zet het nog een beetje harder. Ja. Zo. Ja, praat maar hoor. Hij staat. Goedemorgen, schat. Ik word een beetje wakker, man. Nee. Dat is heel gek praten. Je zit gewoon toch niet te reageren. Ja. Nee. Hij probeert wel mondbewegingen te maken. Ja, kom op, hè. Ik kan het. Ja. Hij zegt, het komt goed. Komt goed. Ik zie het aan zijn lippen. Het komt goed. Hou vol. Ja, ook. Okay. Ja. Nou, leuk, hè. Okay. Ik neem u weer aan de telefoon. Nou, dat is leuk, hè. Ja. U heeft hele verhalen, maar ik begrijp er niks van. Nee. Vanmiddag komt lekker uw dochter. Hè? Ja. Hij belde mij op, ik ben een goede vriend van hem van vroeger. Ik moest hem vertellen van hem dat hij enorm veel van u houdt. Dat hij stapelgek op u is. Dat hij niet kan wachten tot hij weer bij u kan zijn om u te knuffelen. En lekker met Vanessa bij jullie te komen eten. Dus ik hoop dat u gezond blijft, dat u lief voor elkaar bent, goed bij elkaar blijft. En ja, dadelijk, het komt allemaal goed, dat weten we zeker. Hou je hart, hè? Doeg! Maar wees vooral goed voor elkaar, let op elkaar en blijf gezond. Zo, dit is het lekkerste moment. Is het lekker om dan weer even los te zijn? Och, dit is een verademing. En gewoon even lekker weer lucht, gewoon echt lucht. Lucht en een kop koffie. Kom binnen. Oh. Ja,
kan heel snel verslechteren, hè? Ja. Heb je dat meegemaakt? Ja, alleen maar. Ja. Alleen maar in het begin. Dat was verschrikkelijk. Zo veranderde iets en zo. Ja. Extreem hoge bloeddruk naar extreem laag. Stollingstoornissen. Nou, echt. Eigenlijk ook nieuw voor jullie. Ja, ja, ja. Ja, en dan niet één, maar dan inderdaad twee of drie tegelijk. Ja. Ik stond aan en ik ging ook niet meer uit. Ik sliep slecht. Nee. Ja. Ik vond het heel, heel pittig. Ja. En drie patiënten is eigenlijk niet te doen. Soms is twee patiënten al niet te doen. Zo ziek zijn ze eigenlijk. Ik vond het echt heel pittig. Ja, zoveel mensen die gewoon continu op de buik gedraaid worden. Het gebeurt misschien wel eens een keer in een maand. Maar dit is... Op één unit komt waar zes mensen liggen en ze liggen alle zes op hun buik. Nou, dat is gewoon een beetje spooky gezicht. Ja. Ja. We gaan het beleven allemaal weer dadelijk. Als het weer normaal tussen haakjes. Maar ja, wanneer dat is, moeten we nog maar zien. Voor 1 juni geplande versoepeling van de coronamaatregelen kan doorgaan, heeft premier Rutte bekendgemaakt op een persconferentie. De horeca kan per 1 juni om 12 uur 's middags open zoals aangekondigd. Dus de terrassen op 1,5 meter afstand, zonder maximale groepsgrootte, maar wel iedereen verplicht aan een tafeltje. Verder was al bekend dat het openbaar vervoer vanaf 1 juni weer een volledige dienstregeling rijdt, maar wel met een verplicht mondkapje en nog altijd alleen voor noodzakelijke reizen. Kijk, nu, wij de mensen proberen gewoon eenheid, hè. Dat zie ik. Als ik ergens binnen loop, hij geeft gewoon vooraan. En oudere mensen met zware tas, die jongeren pakken gewoon, dat zie ik gewoon, hè. Ik vind het echt leuk. Na dit probleem, ik hoop het. Ik zeg inshallah, ja. Die blijven gewoon zo. Precies. Gaan wij niet meer scheef kijken tegen elkaar. Wij moeten eenheid zijn.